Morgen. Morgen, jongen. Kijk eens even hoe goed het is verdeeld. XXXL voor mij, XS voor jou. Ja, maar ik heb toch wel gewoon prima gelegen, moet ik zeggen hoor. Maar we gaan eruit, Piel, want we hebben een hele reeks stretches aan de KWO's te presenteren. Nou, let's go. Yes, boys and girls, welkom aan de waterkant. Ik ben hier met niemand minder dan MH. En wat we in deze video gaan laten zien, zo aan de start van het nieuwe visseizoen 2021, is de complete nieuwe Sleeping System Range van Nash. Dat heet de Indulgence Range. En dat zijn er een flink aantal, jongens. Het zijn er niet maar liefst 1, niet 2, niet 3, zelfs niet 4. Het zijn er minimaal 5. En dames en heren, in totaal gaan we maar liefst 6 stretches aan jullie laten zien. 6 modellen zien jullie hier nu staan, jongens. We hebben de Compact, we hebben de SS3, de SS4 en de Emperor. Het is een complete nieuwe range van Nash. En wat een beetje centraal in deze range staat, is dat deze stretches zo licht mogelijk gebouwd zijn. Dus er zit een zwart aluminium frame zit eronder, waardoor je aardig wat gewicht, zeg maar, reduceert. Wat verder opvalt, wat heel gaaf is aan al deze stretches, is dat er dus een USB-ingang en een vakje voor je oplader eronder zit. Dus dat betekent dat je al je elektronica, als je s'avonds lekker ligt te Netflixen met je telefoontje in je stretcher, ben je altijd van power voorzien. We hebben 6 modellen en onze Piel hier, die gaat nu met het eerste model beginnen. Nou, we beginnen met de kleinste rakker uit de range. Dat is de Compact. Weegt maar 9,5 kilo. En ik zal hem eens eventjes aan jullie laten zien. Nou, ik ben er even ontspannen bij gaan zitten, want ik ga jullie nu de specs laten zien van de Compact variant uit de Indulgence Range. Er zijn een aantal dingen om op te letten. Allereerst is deze stretcher niet ontwikkeld voor de extreem grote vissen. De lengte is 1,92 meter, dus ben jij boven de 1,78, dan zou ik een van de andere modellen kiezen. Wat verder opvalt is dat hij niet zo breed is, 75 centimeter, maar dat zorgt er wel voor dat je hem eigenlijk op alle plekjes goed weg kan zetten. Als we hem openvouwen, het eerste wat je ziet is een heavy duty rits. De onderkant van het, eigenlijk het bed waar je op gaat liggen, dat is voorzien van memory foam matras. Houdt in dat het super zacht is, dat je het eigenlijk rondom je lichaam plooit. En dat het daarna weer terugveert in de normale stand. Wat ervoor zorgt dat het jarenlang meegaat. De andere kant waar je tegenaan ligt, dat is dus de onderkant, de binnenkant eigenlijk van de slaapzak. Dat is van een speciale soort nylon stof. Wat er A voor zorgt dat je niet helemaal kapot gaat zweten. En ten tweede zorgt ervoor dat het nergens aan vast blijft haken. Dus niet aan je baard, niet aan je jas. En dat maakt natuurlijk dat het lichtcomfort in ieder geval dik in orde is. Zo, dan gaan we naar de zijkant van de stretcher. Twee dingen die opvallen. Allereerst hebben we de verstelbare poten. Goed over nagedacht. 1 druk op de knop en ze zijn te verstellen. Dit zijn relatief, omdat dit ook past bij het compact model, zijn korte pootjes. 25 centimeter, uit te verlengen tot 32 centimeter. Altijd handig aan de zijkant een vakje voor je sleutels, voor je telefoon. En als we hem dan een kwartslag draaien, zie je hier het lumbar support systeem. Dit kun je nog strakker zetten afhankelijk van je eigen lichaamsgewicht en natuurlijk de voorkeuren. En waar goed over nagedacht is, is dit pootje. Dat is een bonuspoot. Daarmee kun je achter je hoofdeinde voor extra support zorgen. Nou, en misschien wat allerbelangrijkste is natuurlijk de slaapzak. Die zit eraan vastgeritst. Super makkelijk. Kun je hem ook nooit vergeten. Dit is een 4-seizoenen variant. Houdt in dat je hem eigenlijk vanaf april tot oktober kan gebruiken. Maar er is zowel een zomer als een winterschroud beschikbaar. En dat is eigenlijk een bonusdekentje met een waterafstootbare, afstotende bovenkant. Die leg je eroverheen. En vervolgens kun jij slapen als een roos in deze compact stretcher van Nash. €350 is die van jou, maar het is maar 1 van de 6 varianten. En Mark neemt jullie nu mee naar de volgende. Ik zit hier namelijk tussen de 2 volgende. En dit zijn de SS3, jongens. Ik heb hier rechts de normale versie en de links waar ik op zet is de wide versie. 83 centimeter, 95 centimeter breed. Als je deze vergelijkt met die van de Compact, wat natuurlijk gelijk opvalt, is dat ze groter zijn. Ze zijn langer, deze zijn 2,12 meter. Dus in ieder geval gewoon een normale stretcherlengte en ze zijn dus al een stukje breder. Ook zijn de verstelbare poten die eronder zitten zijn een stuk hoger. En deze kunnen maar liefst tot 40 centimeter omhoog komen. Je kan deze stretchers dus denk ik een beetje vergelijken als de meest allround stretcher in deze range van Nash. Wat ook een groot verschil is ten opzichte van de compact stretcher, is dat de slaapzak die hierop zit, is 5 seizoenen. Dat betekent dat er maar liefst 2 lagen op de stretcher zitten. Je hebt de originele laag die ook op de compact zit. Ik maak hem even open voor jullie, jongens. Uiteraard ook met dezelfde voering binnenin. Wat ook opvalt, dat heeft de compact ook, is hier een extra
laag met stof, zeg maar, die je kou vanuit de rits beschermt. Ligt ook erg lekker, moet ik zeggen. Hier is laag 1. Laag 2 erop, die kan je ook helemaal eraf ritsen. Dus voor bijvoorbeeld in de zomer als het warm is, zou ik hem gewoon lekker eraf halen, jongens. Ook aan deze stretcher, net als bij de Compact, zitten de zakjes voor je telefoon, USB-aansluiting, het lumbarsysteem onderop. Ook in dit geval met 5 poten. Dus je ziet eigenlijk wel dat deze hele range ongeveer gelijk is qua features, maar dat het vooral de maten anders zijn. Qua prijs zitten de SS3'en, de Normal, zit op €400 en de Wide zit op €430. Wat je dus eigenlijk ziet is dat die features ongeveer gelijk zijn in de complete range, maar dat vooral de maten anders zijn. En de volgende twee modellen, die gaat Piel weer even toelichten. Zoals jullie zagen is de SS3 al echt een hele complete stretcher. Maar wil je nog een kleine upgrade, dan zijn deze twee modellen wat voor jou. Het is zowel een standaard als een wide variant en dan de SS4. Wat is er extra aan? Wat is de upgrade ten opzichte van het andere model? Dat is A, dat de poten wat langer zijn. Dus deze pot geschikt om in een tight and height te plaatsen. Ook als je op onregelmatige ondergronden zit te vissen, kun je dus hier veel meer aan verstellen. Wat daarnaast opvalt is dat je zowel aan de voor- als aan de achterzijde een extra poot hebt, dus een totaal 6 poten. En de prijs is slechts €30 per model duurder. Dus dat wordt €430 of €460. Maar, dames en heren, zoals in iedere range is er altijd één paradepaardje, is er één stretcher voor als je zegt ik wil echt de koningsstretcher hebben. En die gaat Mark aan jullie laten zien. Ja, Piel, opstaan is plaatsen gaan natuurlijk, jongens. Ik heb deze enorme unit ingenomen. Het absolute hoogtepunt van deze range, meer comfortabel wordt het niet dan deze unit, de Emperor. Gemaakt voor keizers, hele brede gasten of voor vissers zoals mij die af en toe met een vriendin samen vissen en lekker romantisch op één stretcher willen gaan liggen. Deze heeft eigenlijk dezelfde features als de rest van de range. Het enige is dat hij dus groter is. Deze is maar liefst 1,15 meter breed. Haast gewoon een twijfelaar zo breed dat hij is. Super vet ding, kan me voorstellen als je gewoon lekker een weekje gaat vissen op een betaalwater, je niet te ver hoeft te slepen met die stretcher, dan is het ideaal. Hij weegt namelijk 20 kilo. Dat zou niet echt iets voor mij zijn om op mijn kar of op mijn fiets te gooien, maar in heel veel andere omstandigheden wel. Het enige wat je ook moet hebben als je deze wil hebben is een vrij dikke portemonnee. Want met €620 is het absoluut geen goedkope stretcher, maar je koopt er wel een heel hoop comfort voor. Als toevoeging op deze range zijn er nog een aantal mooie producten. Als eerste het extra grote Indulgence Pillow. Lekker zacht om op te slapen. Daarnaast hebben we een mattress sheet. Dat is eigenlijk een extra laagje die je bovenop je matras legt. Zodat je nog wat koeler kan slapen. Want je zou denken extra laagje is meer hitte. Maar zo is het niet. En uiteraard hebben we hier de shrouds. Dat is natuurlijk genieten. Een winter- en een zomershout inderdaad. Jongens, als je op dit seizoen gaat kijken voor een nieuwe stretcher, de Indulgence Race is mega gevarieerd. Of je nou compact wil, breed wil, smal wil, hoog wil of als een koning wil gaan liggen. Vanaf €350 kan één van deze sleeping systems van jou zijn en dan denk ik dat je een zeer comfortabel visseizoen tegemoet gaat. Nou, ik zou zeggen jongens, ga het uitchecken bij je lokale Nest dealer. Ga het even proberen en dan gaan wij eens eventjes lekker bij de kachel. Ik wou het zeggen, even de... Of ja, gewoon hier. Hoi!